Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. En ik ben eventjes een beetje aan het inpakken, want Sven en ik gaan een nachtje weg morgen. Nog voor mijn verjaardag. We gaan naar Eindhoven en dan gaan we slapen in een hotel met een zwembad en een sauna. Oh, niet mijn badpak vergeten, want ik denk niet dat je daar je bloot moet. En dan gaan we eten bij een sterrenrestaurant. Dus het wordt één groot feest. Dus ik ben even aan het kijken. Het is alleen omdat ik zo afgevallen ben. Moet ik echt even steeds kleren passen van zit dit überhaupt nog. En mijn conclusie is in ieder geval dat ik best wel een extra grijze broek kan gebruiken. Gewoon een grijze spijkerbroek. Dus dat kunnen we ook nog gaan doen. Want kijk, dit is bijvoorbeeld eentje die ik pas. Nou, ik weet niet of je het ziet, maar dit gaat niet meer. Dit is gewoon helemaal gaar geworden. Helemaal gebubbeld, zie je dat? Maar ja, de rest is te groot. Ik heb nu twee jurkjes klaar liggen, maar ik weet nog niet precies welke, want voor dat sterren zal natuurlijk wel een jurkje aan. Ik heb of deze, die is van Zara. Nog een pantertje. Deze, die is van Stradivarius. Verder heb ik pyjama mee, ondergoed. Ik doe gewoon een setje kleren aan en ik denk dat ik die de dag daarna ook gewoon weer aandoe. Want dat boeit verder niet. En dan neem ik natuurlijk een paar loge mee, een paar haakjes voor 's avonds en overdag doe ik gewoon gimpen. Sieraden, was not forget. Oké, we hebben de tafel in de speelhoek vandaag. Dat is redelijk heftig, maar het leek wel zo'n heel goed idee. Nee, we twijfelden. Ja, dat is een Barbie. We zitten lekker te eten. Ik ben Eden een hapje aan het geven, pastinaak. Maar ze wil steeds meer, dus ik heb nog wat extra gemaakt. Ze zit heerlijk met de spullen. Eerste keer pastinaak. En wij hebben zo meteen nog even een borreltje. Nemen de kids gewoon even kort mee, daarna gaan we ook weer. Ze hebben vroeg gegeten. Vroeg gegeten? Ja. Net is echt op. Een tentje maken, dat mag. Oh ja. En ik was even lus in mijn beste vriendin. Volgens mij, dat zijn volgens mij de laatste beelden. Volgens mij, ik weet zeker dat ik dat gedaan heb. Ik bedoel, dat waren volgens mij de laatste beelden. Ja, het was zo lekker, hè? Jongen, jongen. Helemaal afliggen. Dat mag. Dit is mijn outfit. Een groen jurkje van, volgens mij, Pull & Bear. Laarsjes van Manfield. Wat wij altijd 's avonds doen omdat het dan de goed is met mitten spelen. Dat vindt ze namelijk leuk. Dus dat gaan we doen. Pak al een pietje. Oh, die zijn nu niet. En dit is dus, nou dit noemen wij pietjes, maar dit is eigenlijk gewoon een rachpijpje en dan gevormd tot iets. Ga je niet meedoen? Een spelbreker, mits licht teleurgesteld. Binnen! Nou, dan gaan we zo even zitten. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. En ik heb een bubbel. Dat is wel top. Wij gaan natuurlijk vandaag een nachtje weg. Dus ik ga even een briefje alles schrijven voor Eden met tijdstippen. Is het tijdstippen? Vooral hoeveelheden en dat soort dingen. En een beetje het systeem. Zodat ze dat weten en ook zeg maar op hoeveel we er magnetron zetten en dat soort onzin. Dus dat ga ik even doen. En we gaan lekker een strietje ontbijten. Ik weet trouwens niet of ik deze al laten zien. Een fotoboekje gemaakt van toen Eden geboren werd. Dus ook het stukje in mijn buik en zo. Oh, ik zal mijn buikfotootje laten zien. En dit was toen. Yep. Bizar. Dit ook. Maar dit was dus pas met. Dit was met de 20 weken eigenlijk. Dus het is enorm al. We hebben maar besloten te lunchen in de trein. Tijd is aan deze. Wij zijn in onze hotelkamer. Ik dacht ik ga het nu even filmen, want we hebben een upgrade gekregen. We hadden al een upgrade, maar we zijn nu nog meer ge-upgrade vanwege de kaas.
Dit is niet geüpgraded, dit onderdeel. Maar ik ga het je even laten zien. Kijk eens, heel mooi een bed aan het raam. We hebben hier een lounge stoel. En een behoorlijk grote tv. Even kijken, dan hebben we hier de minibar. Kasten. En hier de badkamer. Hallo. Met een bad. Dat is ook grappig. En er zit dus ook een sauna bij en een zwembad. Dus lekker. De hippe afstandsbediening. Met zeg maar muis. Hier, zie hem gaan. Maar het was er ook... Waar is nou dat ding wat jij net in je hand had dan? Oh. Wauw. Een stukje techniek. We gaan. Yes, we hadden dit uit de automaat gehaald. Er kwamen gewoon twee zakjes M&M's uit. Woep, woep, woep. Je had stevig een beukwerk. Ja, want de eerste zat vast. En toen hebben we nog een keer tegen dat ding aangeramd. En toen woep, woep, kwam er nog één uit. Nou, de Fiesta. Goed, we gaan nu naar onze kamer. Het is inmiddels 5:00. Het is trouwens, moet je kijken hoe laag het hier is. Zwemlijst staan. Kijk, het is zeg maar zwem plus 5 centimeter heb je het plafond. Maar de kamers zijn nog niet open. Het ziet trouwens heel futuristisch uit op beeld. Op die paarse lampjes. In het echt valt het reuze mee. Is het gewoon een normale gang. We zijn weer terug. We hebben lekker een beetje geshopt. En nu gaan we denk ik eventjes naar de sauna. Tenminste, Sven gaat denk ik de sauna in. Die is verrekt bij de kindergym morgen. En dan ga ik het zwembad in. Want ik wil mijn hoofd niet nat of zweterig hebben. Want anders kost het te veel tijd voor het make-up. Want we moeten om 7:00 in het restaurant zijn. We weten nog niet precies hoe we daarheen gaan. Want het is meer dan 30 minuten lopen. En ik heb flinke hakken. En dat ga ik dus niet doen met mijn redelijk instabiele bekkenbodem. Dus we gaan even kijken hoe we er gaan komen. Kijk, en wat een feest. Ja, hele zachte badjassen. Oh, ze zijn echt heel zacht. Met er zelfs een soort boord aan. Helemaal goed. Nou, wij gaan naar het zwembad. Dit is zo'n feest. Ik zit hier in mijn handdoek. Ik heb net mijn badjas, wat ik was, is nat van het zwemmen. Maar zit ik lekker. Ik ben gedoucht. Ik heb me ingesmeerd. Sven is nog even nog een saunetje pakken. Maar ja, ik wilde dus niet zweten. En ik wilde baantjes zwemmen. Maar dan krijg ik toch te veel pijn weer in mijn bilspier. En dat is natuurlijk, ja... Een van de redenen waarom ik mijn buik moet laten repareren. Maar goed, ik ga me lekker opmaken. En dan gaan we lekker uit eten. Het licht is hier trouwens echt dramatisch. Zeg maar. Ik zie er op beeld volgens mij nu best wel heel erg mooi uit. Maar het is echt... Ik ben gewoon te lui om in de badkamer te staan. Niet dat het daar licht trouwens heel erg fijn is. Maar ik ben echt te lui om daar te gaan staan. Ik ga lekker op bed zitten. En weet je, het is daar ook een beetje donker toch. Maar ik probeer vooral deze pukkel te bedekken. Dit is mijn outfit. Jurkje van Stradivarius. En laarzen. Ik ben er van. We moeten nu rennen voor de taxi. We zitten hier heerlijk. Ik heb een vegetarisch iets. En Sven heeft iets met paling. Probeer het maar eens te heruitleggen. Herhalen, zocht ik. Hier hebben we een soepje. We hebben dus allemaal kleurtjes zout. Wat we wel laten zien. Kijk eens. Ik heb patrijs. En Sven, wat was het liefjes? Forel. Forel met zalmeitjes en nog een van de heftige fruit. Van citrusvrucht. Eet smakelijk. We hebben nu allebei een hertenstoofje met gefrituurde bourgogne en macadamia en nog iets. We hebben wild zwijn met spruitjes, een bourgogne, ik weet het allemaal niet. Cranberry had ik ook nog aan. Ik vind het echt een heel mooi bord. Oh, heet. Mooi bord, hè? En we hebben een lekker wijntje erbij. Heerlijk. Dit is het eerste dessert. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar het knispert. Ja, dit is dus, ik weet niet of je het kunt zien, maar dit lijkt gewoon goud. Het heet ook een kerstboom. Wij zijn inmiddels weer terug. Zo is het een vlekje, ga ik zo even poetsen. We hebben heerlijk gegeten. We hadden wel nog even een vergelijking met La Trinité in Sluis, waar we een tijdje geleden waren. Dan wint La Trinité het wel echt ruim. Maar het was wel gewoon weer zo'n heerlijke avond dat je...
nou ja, verwend wordt met allemaal mooie smaken en goed gezelschap. En ja, ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb net echt een mega veel licht aangedaan. Ze vindt het niet leuk. Maar ik dacht, anders zien jullie me niet. Ja, nou ja. Weet ik niet. Ik zet hem zo weer uit. Maar het is 8:30. Ik heb Sven lekker laten slapen. Zelf was ik echt al om 7:00, of eigenlijk 7:15 was ik wakker. Geïrriteerd omdat ik niet goed geslapen heb. Dus ik even heel verwend doen. Maar ik denk dat het een combinatie was van wijn. Ik slaap nooit lekker als ik gedronken heb. Niet dat ik nou veel gedronken heb, maar toch. En een bed wat als een soort blok beton ligt. En kussens insgelijks. En een deken die niet hoog genoeg komt en heel dun is. Het is echt, ik weet niet of je het kan zien, het is echt een heel dun dekentje. Zo, gewoon warm en fluffy. Een soort wolkendeken over me heen. Nou, dit dus. En dan zeg maar, komt het dus niet tot hier. Dus dan, ik lig nu al heel laag. En dan maar steeds lager liggen. Maar goed, dat dus. En dat is natuurlijk allemaal heel verwend, want het kan allemaal veel erger, maar het is meer, je dan die ene nacht dat je zonder de kids bent, dan denk je gewoon, oh, ik ga slapen, jongen, vannacht, woep, woep. Dat gebeurt dan niet. En dan lig je volgens de hele dag te irriteren dat je niet goed slaapt. Huh, maar goed, we gaan nu even iets aantrekken en ontbijten. Het is echt niet mijn best angle. Zo, we gaan eventjes ontbijten en dan gaan we even de sauna in en zo, geloof ik. We moeten om 12:00 uitchecken. Dus ontbijt. We hebben ons aangekleed en ons gezicht gewassen. En nu gaan we even ontbijten. Oeh, daar lig je weer. Oh, tuurlijk. Do not disturb. Dan weet de housekeeping dat... Oh, dit gaat goed. Dan weet de housekeeping dat wij nog niet zo uit zijn. En dat is heel fijn. Wil je dat ding oppakken? Want, wie het misschien niet weet, ik heb een tijdje gewerkt als supervisor van de housekeeping. En het is echt altijd heel, je moet altijd zeg maar aankloppen bij mensen. En dan zeg je housekeeping. Dat hoef ik dan natuurlijk niet zo vaak te doen. Ja. Maar soms hoor je niet of er mensen zijn of niet. En dat is heel relaxed, want ja, er zitten allemaal regels. En het kan natuurlijk ook zijn dat er iets naars is gebeurd in die kamers. Dat heel fijn als mensen gewoon een bordje ophangen van... Oh, wat zijn dat die? Hallo. De camera staat op tilt. Doe je dat? Dat was laatst bij... Q-music, vragen. Maar iets is sowieso niet mijn beste foto ooit. Het is geen foto. Kost je goede verhalen te filmen. Ja, dat je, zeg maar, dan moest je een vraag beantwoorden tegelijkertijd. Altijd als je haast hebt, is het meerdere keer op het knopje. Oh ja, want dat werkt niet. Om te beantwoorden. Sowieso ja. Sowieso ja. Kijk, dit was onze magic automaat gisteren. Waar meer uit kan. Top. We zijn dus in ons eentje. Ik ga het even filmen. Goed. Uit de kerststoel. Lekker broodjes, hagelslag, jammetjes, oeh, kijk eens, sapjes, eitjes. Ik neem altijd scrambled, chipolata worstjes, French toast. Sven die begint hier maar. Nou, het is druk, schat, waar zullen we eens gaan zitten? Oh, we hebben hier ook nog meer. Hè? Nou, wat zullen we eens nemen? Dit ziet er ook lekker uit. Canola crackers, ik heb nooit van gehoord. Nom, nom. Klopt, nou, zo op mijn slippers. Kijk eens. Champagne ontbijtje hebben we. Dit is mijn eerste ronde. Ik ben helemaal voor de lactose ook gegaan. Ja, brood.
Sven is zo groot. Sven is gespannen voor de wedstrijd. Ik heb weer kaas genomen en nu neem ik brie met. Als je nu verliest, dan is gewoon een spulletje voor de andere kant. We zien hier trouwens een babymeisje en we zien verderop een jongetje zitten. En dan missen ze echt extra erg. Want dat is nog groter dan als je kinderen ziet, dan denk je zo. Dus ik heb aan het zwetsouders een foutje willen sturen. Nu heb ik heel veel bruid. Heel lekker. Zo, wij zijn er weer klaar voor. Boep, boep, boep. Lekker in de sauna. Nu kan ik ook. Ik heb even een stellage gebouwd bij het raam. Dus ik dacht, ik ga eventjes een soort mini shoplogje doen van wat we gisteren geshopt hebben. Bij Bershka en de Primark. Water. Water. Ik kocht dit bloesje in de sale met een panterprintje. Luipaard, wat het ook is. Is dit panter of luipaard? Ik zeg altijd panter, misschien is het luipaard. Goed, anyhow. Luipaard. Groen. Aan de voorkant wat korter aan de achterkant, maar ik doe hem sowieso ook in mijn broek. Dus deze heel leuk. Ik zal jouw dingen achterwege laten. Een fijne trui gekocht en een horloge wat die laatste tijd gaat. Sokken. Ik heb eigenlijk altijd deze zwarte sokken van Primark. Die vind ik gewoon heel lekker zitten. Sven die was sokken vergeten. Dus die heeft, ook al heeft hij 6 keer zo grote voeten, van mij geleend. Dan. Voor Elin dit cuteness in the place kerstjurk. Ja, zo kan je hem zien. Met... lichtroze met een beetje rosé gouden glitjes erop. Oh my god. Ik denk dan met een vestje eroverheen en een pentje eronder. Bijvoorbeeld dit vestje, al dat ik wel een maatje groter heb gekocht. Dit is een grijs vestje met rosé gouden sterretjes. Slabbetjes. En wat ik wel fijn vond aan deze. Ik wil sowieso altijd slabbetjes met klitterband. En Niels heeft wel eens slabbetjes van Parma gehad, maar die vond ik niet zo fijn. Maar deze hebben plastic aan de achterkant. Dus dat vond ik op zich wel een goed idee. The unicorn made me do it. Maar deze heb ik in ieder geval gewoon een klitterbandje. Dus dat is makkelijk. Dat je niet met zo'n knoopje achterhoudt en hadden ze. Voor Niels hadden ze echt heel erg weinig. Ik vond dit bloesje wel heel leuk. Gewoon een rood met zwart. Dus een beetje ja, echt wat warmer spul. Rood met zwart geruit. Voor Elin. Dat ga ik nog 6 keer zeggen. Maar een spijkerbloesje voor Elin. Dit is cute. Dit is ook voor iets ouder. Dit is allemaal 6 tot 9 maanden. Behalve dat jurkje dus. Maar op zich had zij. Eerder had zij. Had ik al een keer voor haar. Speeltjes. Zeg maar bijvoorbeeld lengtjes in 3 tot 6 maanden. Maar ze is natuurlijk best wel lang. Dus het zat eigenlijk al te kort. Dus ik denk dat dit vrij snel kan. Voor mezelf deze. Haarband voor de wintersport. Dat vond ik een gezellig ding. Ik heb dit jasje, dat ga ik zo nog een keer goed passen. Want we hebben een beetje op het laatste moment gepast. Maar we hadden een leuk. Sven die kijkt altijd heel goed naar de paspop. En had een leuk setje gezien met dit jurkje. Dit is een. Moet ik een houtje eruit halen? Een jurkje. En dan was het heel leuk, zeg maar, met dit jasje eroverheen. En dan stoere boots eronder. Tenminste, net de boots, maar wel een beetje stevige boots. Zo, en dat stond heel leuk. Maar dat jasje heb ik vrij snel meegenomen. Ik moet nog even kijken. Ik heb ook een fantastische jas gezien met luipaardprint. Maar ik twijfel nog een klein beetje, omdat het is best wel een tijdelijk item. Maar ik vind hem wel echt heel cool. Alleen hij was ook een beetje dun. Dus ik was een beetje in twijfel. Dan denk je van ja, op zich kan je er een groot vest onder doen of zo. Want soms heb ik ook jassen waarvan ik juist denk van ze zijn eigenlijk te warm. Maar
ja, ik twijfel een beetje, maar ik zag dat ze er ook in hadden bij Stravaris. Dus ik dacht, daar lopen we nog even langs en dan kijken we even. Nou, een van de twee of geen van beide. Geel in het luipaard geprint thema zijn gebleven. Dit dingetje. Dit is een blouseje. Met lange mouwen. Met hier een soort. Dit is open. Laten zien. Oh, hier zie je. En dan is het een vrij lage V. Maar je kan hem hier wel een beetje dichter maken. En dan is het een hoe heet het ook alweer? Zo, kom maar even niet op. Body stocking. met zo'n broekje er zeg maar onder. En dan in een high-waisted broek, in een high-waisted jeans. En ze hadden daar met een leren rokje gecombineerd. Dat was wel heel leuk, maar het leren rokje was er alleen maar maat 34. En daar passen deze heupjes niet in. Dan voor Niels deze. Ze hadden hem in heel veel kleuren. Dat is een hele leuke trui. Hij heeft deze in donkerblauw. Maar ze hadden deze is dan van 4 tot 5 jaar. De rest was allemaal 5 tot 6 jaar. En hij moet eigenlijk denk ik 3 tot 4 jaar hebben. Want hij is natuurlijk 3. Maar ja, die hadden ze niet. Dus ik ben maar voor deze gaan. Ik denk dat die dit ook wel past. Een hele mooie bordeaux-rode trui. Voor Elin nog dit. Beetje mintgroene broekje. We hebben eigenlijk heel veel roze en grijs. En die vond ik ook wel leuk. Voor Sven een stropdas. De rest is ook voor Sven. Dat was het. Dat was even de mini shoplog. Ik ben inmiddels opgemaakt. Aangekleed. Het is nu, hoe laat is het nu? 10:50. En we moeten om heel uit te checken. Dus we hebben nog een bakje chocomel gezet. Dus we gaan nog even een chocomelletje drinken. En dan naar buiten. Het regent. We gaan dus nog even naar Stravaris in de Primark. En dat is denk ik ook wel een beetje. Mijn schoonvader ligt met migraine op bed. Terwijl mijn schoonmoeder met de kids is. Dus we dachten, moeten ze niet al te laat aflossen. Ja, dat gaan we doen. Wij zijn weer thuis. Dat heb je niet op haar. Dat heb ik net gedaan toen ik haar luier aan het verschonen was. Dat moet ik even iets beter doen. Ja, we zijn weer thuis bij de vruchtjes. En Sven en Niels zijn even lekker buiten. En deze tante wordt net wakker. Dus ik ben even een beetje spulletjes aan het uitpakken. En zo meteen gewoon de boodschapjes namen lekker eten. Maar het was echt een heerlijk weekendje. Dus, maar het is ook wel heel fijn om lekker thuis te zijn. Ja. Oh. Met een haan. Een kip met een haan. Nee, ik ga het zo doen. Dan kan ik alles kijken wat er is. Ja. Nu zie je pistachenootjes. Die helemaal zelf. In het bootje naar de overkant. Parkeren. Goed zo. Even die daarin. Ja, heel goed. En dan moet jij een beetje goed? Ja. Ja. Achter de ei. Daar. De aardappel. Ja. Heel goed. Go. Hoppa. Eronder door. Op de stenen. Goed zo. Op het bootje. En heeft dit fantastische jurkje aan van de Hema. Glittertjes, hè? Mooie glittertjes erop. En er staan vosjes op, dus ik dacht nog een vosse majootje aan. En Niels heeft deze mooie trui aan. Mag ik kijken? Goedenavond, het is alweer maandagavond. Het leek me wel leuk om nog een stukje kerst mee te nemen. Een kersttrui aan. En wij gaan vanavond geheel naar Hollandse traditie gourmetten voor het eerst.
Nou ja, wij hebben natuurlijk wel eens gecombineerd, maar in ons huis en met Niels erbij. Niels verheugt zich hier al dagen op. Niet dat hij het ooit gedaan heeft, maar toch. Dus dat gaan we vanavond doen. We gaan ze nu ophalen van het kinderdagverblijf en dan gaan we lekker gourmetten. Niels zit er al helemaal klaar voor in zijn kersttrui. En Eden ligt hier in de kerstjurkje, maar die is niet helemaal topfit. En we gaan zo lekker gourmetten. Nou, daar zitten we hoor. We hebben vis, vlees en vegetarisch. We hebben een baby erbij. Grote gezelligheid. Niels en ik maken omeletjes en sterrenaardappeltjes. En zo doe daar heel lang. Ja. Zo wil ik hem gewoon hebben. Een mooie kerstmanboter. Oh, nou, lekker hoor. Kijken. Goedemorgen nog trouwens. Het is eerst kerstdag. En oeh, wat zie ik er bleek uit. Ik heb al foundation op. Oh, deze pukkel. Goed. We zijn even aan het luchten, want door de gourmetten ruikt het hier natuurlijk nogal. En de kids zijn onder de douche, maar we hebben een beetje een doorstroomprobleem. Dus dat is Sven ondertussen aan het doen, terwijl Elin zit in de wippertje er nu bij, want die heb ik al aangekleed, behalve haar jurkje. Ze heeft nu een rompertje aan en een maillot. Maar ik dacht, nog even niet het jurkje, want als het dan vies wordt, dan is het ook zo zonde. En Niels die zit nog lekker gewoon in het water te spelen. Dan kan hij even daarmee verder. Ik heb ondertussen de spullen ingepakt om mee te nemen. En ja, ik heb trouwens gisteren niet meer gefilmd. Dat is onder andere omdat Niels op het allerlaatste moment van de gourmet alsnog zijn hand heeft gebrand. Dus dat heeft me 10 jaar van mijn leven gekost. Het viel gelukkig mee. Hij moest wel heel hard huilen, maar vervolgens... Ja, hij wilde niet onder het stromende water, dus ik heb hem in lauw water in een bakje gedaan. En heb ik hem gewoon neergezet met de tablet naast hem, hand in dat bakje. En gewoon 20 minuten koelen. Ik had even op thuisarts gekeken. En daar stond dat je wel bij baby's en kleuters altijd even moet bellen. Dus ik heb de huisartspost even gebeld. Maar ze zei, ja, wat je hebt gedaan is prima. En gewoon in de gaten houden qua infecties en koorts. Nou goed, geef hem paracetamol als hij pijn heeft. Dus we hebben tegenwoordig, hij wil geen zetpillen. Dus we hebben tegenwoordig zo'n sinaspril, zo'n drankje met paracetamol. Ik zeg, wil je anders wat toverdrank? Nou, dat wilde hij wel. En toen zei hij, nou, ik zo, en nu is het over. Dus vanmorgen zei hij ook, doet geen pijn meer, mama, doet geen pijn. Er zijn wel twee plekken, zeg maar, die rood zijn met daarbinnen in wit, zeg maar. Ja, we hadden hem 100 keer gewaarschuwd, maar ja, weet je, dat is altijd ook zo'n keuze van, moet je er dan, weet je, wat moet je dan? Moet je het dan niet gaan doen? Want hij had er echt super veel zin in. Ja, ik bedoel, hij is op zich heel gehoorzaam. Dus nou ja, goed, anyhow, het ging mis. We gaan dit boekje even meenemen met zeg maar, zwanger, tenminste vooral de bevalling en daarna. Even inpakken en we hebben heerlijk kerstontbijtje gehad. Dan gaan we zo een heel klein lunchje, gewoon even één boterham allemaal en dan de auto in en dan naar Zwolle. Wij zitten in de auto, alleen ik kreeg geen melding over de bandenspanning, dus die zijn we nu even aan het fixen. En dan gaan we verder rijden. Niels en Ede gaan even slapen in de auto en dan is het feestje, hè Niels? Dat is gek op feestjes. Ik heb een jurkje aan met boots. Ik dacht als ik nog met haar moet wandelen of zo, als het onrustig is, dan kan ik het beter zo doen gaan. Het is alweer tweede kerstdag en ik heb volgens mij gisteren echt helemaal niet gefilmd bij alle festiviteiten. Dus ik dacht ik ga de vlog ook maar gewoon afsluiten, maar ik wil nog even wat laten zien. Want... nou ja, we houden ons interieur altijd redelijk hetzelfde, maar ik vind het wel leuk om soms in accessoires bijvoorbeeld te wisselen. Of in kussens op de bank, zeker zeg maar zomer versus winter. Dus ik heb een aantal hoesen, maar een deel was gewoon niet meer zo mooi. Dus ik dacht, ik fris het op voor de winter. Dus ik heb een aantal wat meer velvet hoesen besteld bij de Hennis. En bijvoorbeeld deze met een werkje erop. Dit is dus wel weer lichtroze, omdat ik toch niet zo goed wist zeg maar, wat ik voor andere accentkleur ik dan mooi vond. En ik dacht, is het helemaal grijs, dan wordt het weer zo somber. Ik had nog ook een soort ander roze besteld, maar dat vond ik toch weer minder, een beetje oudbollig. En dit is gewoon wel fris, dus ik dacht,
hè, maak het uit. Dus ik dacht, dat laat ik nog eventjes zien. Dit is dus, dit zijn eigenlijk drie dezelfde kussens, maar dan in verschillende tinten. Maar doordat het van dat velvet is, er is net wat meer winters. Dit is de donkergrijze en dit is volgens mij grijs, want lichtgrijs is nog lichter. En dit is dan volgens mij deze lichtroze. En deze was in de sale. Ik weet even niet meer hoe die heette, maar daar heb je ook een groene van. Maar dat is dus wel een tip. Ik heb dus gewoon best wel veel hoezen besteld, omdat het heel lastig is om de juiste kleur grijs. En wij hebben op zich een gemaleerde bank bij ons. Hij is niet heel nauw. Maar deze, zeg maar dus dit kussen, zag er echt heel anders uit qua kleur op de site. Maar ik dacht, ja, het kan net wel of net niet worden. Je had er ook een beetje een lichtgroene van. Maar deze vind ik dus echt heel mooi erbij staan, terwijl ik dat eerder niet vond. Ik dacht, als je alleen maar dat velvet ziet, dan wordt het weer zo plat, zeg maar. Ja, dit is trouwens echt vreselijk. En ik heb net echt verschrikkelijk mijn nagel gebroken. Het was echt... De rillingen lopen over mijn rug als ik eraan denk. Het klakte om terwijl ik in een tube probeerde te knijpen voor crème voor Elin. En oh, het was echt verschrikkelijk. Maar goed, dus ik heb nu wat leuke nieuwe kussentjes. Ik ga dus degene die ik nog... ik heb gewoon van alles, of van de meeste heb ik er gewoon eentje besteld, gewoon ter check. En degene die ik leuk vind, bestel ik er nu nog een van, omdat we meerdere kussen op de bank hebben liggen. Dus dat. Gisteren was trouwens heel gezellig. Eén en wel lichtelijk over de toeren door de hele operatie. Maar nou, die slaapt een beetje bij vandaag. En straks gaan we naar mijn ouders, waar mijn familie komt. Ze hebben ook heel veel zin in, maar dat is pas om 4:30. Dat is wel lekker. Dan kunnen de kids gewoon overdag gewoon nog een beetje relaxen. En dan hoeven ze alleen 's avonds over de toeren te gaan. En Niels deed super goed trouwens. Die was echt weer als van ouds gezellig. En ja, die gaat dan ook, weet je, dan zeg ik gewoon in de auto moet je even gaan slapen. En dan gaat hij dat ook gewoon doen. En dan 's avonds op de terugweg zei ik ook, nee, ga je nu lekker slapen en leggen we je straks niet in bed. En dan, dat gaat dan gewoon goed. Maar ja, één is natuurlijk gewoon klein, dus die snapt het allemaal niet. Die denkt, wat gebeurt er nou weer? Maar waren lang nadat ze 2 slaapjes had gedaan. Het had erger gekund. Ik ga hem afsluiten voor deze week, want tegen de tijd jullie dit zien is het ook al lang geen kerst meer. Ja, dan zie ik jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Ik denk dat ik Oud en Nieuw nog wel even meepik daarin. Ik denk ook dat ik gewoon morgen alweer begin met de volgende. Maar goed, dat zien jullie vanzelf. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik denk dat jullie te zien is het net Happy New Year, zeg maar. Dus Happy New Year! Doei!